deze nieuwsuitzending. Die is in ere of ter ere van Alan Watt. Van cuttingthroughthematrix.com. Ik wil er ook bij stilstaan dat die man meerdere mogelijkheden heeft om donaties te geven. Alan Watt is geen Donald Trump. Zo, ja. Die barst niet van het geld. Dat kan je mooi vergeten. Ik snap niet waar die man de energie vandaan haalt om ons gratis en voor niets te leren van geschiedenis. Waarom doen mensen dat? Dat is toch een legitieme vraag, of niet? Waarom zou een mens doen wat Alan Watt tot nu toe gedaan heeft? Ja, maar Alan Watt spreekt Engels en dat doe ik niet aan. Mooi zo, afvoeren, hoppakee, ga maar naar Flevoland. Ga daar maar de boel lopen verzieken. Als je niet eens Engels kan, ja, rot op. Ga op Engelsman Plaat wonen. Dat is toch echt een eiland, of niet? Engelsman Plaat. Nou, dan ga je toch daar. Maar je leert me Engels, homo. Mijn moeder is er ook zo bij, hoor. Die zegt, ja, ik ken geen Engels. Ja, vind je het gek? Ze zitten te kijken naar die stomme tv. Met allemaal leuke Britse... Wat kijkt ze dan naar? Van die detective movies of politieseries of zo. Ja, met Nederlandse ondertitels. Maar ze heeft er ook een knoppie. Dan kan ze er ook switchen. Dan leer je toch Engels? Wat voor een onzin gedoe. Ik ben serieus. Ik was gisteravond ook op het terras. Maar eergisteravond was ik ook op het terras. En er was een jonge man en die zei van, nou, als mijn kind... Ja, hij had nog helemaal geen kind en niet eens een vriendin. Hij zei, als ik een kind krijg, dan leer ik het minimaal 4 talen. En alleen maar door... Dan ga je die serie kijken van Pablo Emilio Escobar Gaviria. Zo, dat kwam er goed uit, hè, met Spaans. Nou, dan ga je die maar kijken. Met Spaanse ondertitels. Dan ben je er zo achter. De ene uitzending... Op Netflix kan je zo switchen tussen Engels en Spaans. Er was ook laatst ook zo'n uitzending en dat is in het Frans. Ja, doe je Franse ondertitels hem even aan. Dus dan kijk je hem even op zijn Nederlands. Dan weet je wat ze zeggen. En dan heb je terug en dan Franse ondertitels. Oeh la la, c'est le métro qui passe. Iedereen moet Engels leren, minimaal. Dat Frans kan je laten zitten, dat wordt geen winnaar in de taalwedstrijd. De taalwedstrijd is namelijk al gewonnen door de Nederlanders. Wij spreken de meest zuivere taal. Als je het goed gebruikt. Geert Wilders, die lult alleen maar lulkoek. Ja. Geert Wilders is als een samurai met zo'n... net in de Kill Bill. Ja. Hij heeft het perfecte zwaard, namelijk het Nederlands. Maar waar gebruikt hij het voor? Om Marokkanen te pesten? Ja, dank je wel. Ik wil niet zeggen dat alle Marokkanen even oké zijn. Ik ben ervan overtuigd dat een groot aantal van die Marokkanen vervallen zijn tot misdaad. Dat ze bomvol zitten in de gevangenissen, relatief gesproken, met Marokkanen. Dat geloof ik wel. Maar is dat een reden om Marokkanen te gaan lopen pesten? Dat is eerder een reden om medelijden te hebben met die Marokkanen. En dat wij eens even moeten gaan spreken met koning Huppeltje Pup de Zesde. Van King, where are your people now?
We zitten hier in Gouda. En moet jij niet voor ze zorgen? Of ben jij hun koning nooit geweest? Want dat kan ook nog. Nou, dat is het mooi zo. Dan is het oprotten met koningen Mohammed VI. En dan geven we dat hele land maar terug aan het volk. En dan gaan we opnieuw voorlezen uit het boek Samuel van Neem u geen leider. Ja, maar Perry, boek Samuel, wat is dat dan? Ja. Dat is een boek uit het Oude Testament, homo. Ja, ik zeg dit niet tegen jullie, ik ben niet boos op jullie. Ik wil dat jullie mijn boosheid, mijn... Is het nou frustratie of... Ja, zoiets, ja, ik weet niet wat voor woord je erbij moet zoeken, hè? Maar dat jullie dat overnemen en gaan doorgeven aan je omgeving op dezelfde liefdevolle, rustige manier zoals ik dat doe. Nou, dat heb ik lang volgehouden om mijn stem serieus te houden. Nee, maar lieve mensen, dit kan toch helemaal niet? Het is toch absolute onzin? Even in de trant, even over Alan Watt, daar ging het allemaal om. Ja, Alan Watt spreekt uitsluitend over geschiedenis en enkele dingetjes van zijn dagelijks leven. Ik weet dat Alan Watt een hond gehad heeft. En ik denk dat hij meerdere honden gehad heeft in het leven door. Dat lijkt mij een hondenman. En ik denk dat hij momenteel geen hond heeft. Als jij het wil weten, doe een donatie aan Alan Watt en vraag hem, hoe zit het met je hond? Ik hoef het niet te weten. Ik weet alleen maar dat als ik toch als hond door het leven had moeten gaan, ja, doe mij maar hondje zijn bij Alan Watt. Of Jurk Kliesman, by the way. He, want die staat ook in de descriptiebox. Ik ben alleen maar een beetje de internethoer aan het uithangen. Nee, een uitsmijter die dan op de stoep staat en tegen de mensen die voorbij lopen zegt van ja, er zitten best intelligente borsten daarbinnen. Zo, kom erin. En als je je misdraagt, dan flikker ik je eruit. Hoe is er iemand die op de stoep staat? Het is de uitsmijter, maar hij heeft ook een andere naam als functie. Nou, maar dat ben ik. Om jullie te leiden, om te luisteren naar Alan Watt en Jurk Kliesman. Die allebei met honden omgaan, zoals ik zou willen, als ik een hond was en een baasje had. En misschien willen jullie dat ook wel, in het woord. Luister eens naar dat gestuntel van Jurk Liesman. Om het allemaal correct voor te lezen. Jurk die kan Duits, Vlaams, Frans en Engels. Hij weet ook niet alle woorden. En doorlezen, hè? Een duchtig heet dat op zijn Limburgs. Duchtig doorlees. Dat maakt niet uit. Jurk heeft ook een hele mooie boeklezing gehouden. Van, dat is een boek van, is dat Alexander Hislop of zo? Anyway, dat staat in het oude Duitse schrift. Ik weet niet of je dat kent. Het gotische noemen we dat. Het gotische, in het gotisch. Ja, dan gaat hij dat op zijn gotisch. Ja, dat gaat hij dan in modern Duits uitspreken. Ja, halleluja, prijs de Heer, man. Maar luister naar die man. Anders doet die klootzak dat helemaal voor niks. En dat mag toch niet waar zijn?
Ja, maar ik heb onderwijs gehad op school en toen ben ik ermee gestopt. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling, hè? Want jij bent geboren als krokodil en tijdens je schooltijd heb je nog wat vissen gehapt. Want dat is wat een krokodil dient te doen. Of eenden, maakt niet uit. Hè? Alles wat je maakt, dan moet je vatten, dan moet je happen, dan moet je snappen. Dat doe je alleen tijdens je schooltijd? Ja, hoe denk je dat het met jou afloopt als krokodil? Mamma mia. Ja, kijk, op school deed ik nog wel. Heb ik wel geleerd, hoor, om vissen te happen. Maar tegenwoordig, ik ben van school af. En ik kan heel goed blijven dreven. En dan hang ik zo lekker. Ik zie er best gevaarlijk uit, hoor. Ik heb goed gegeten tijdens mijn schooltijd. Maar sinds die tijd eet ik niet meer, want de schooltijd is voorbij. En is het echt de bedoeling dat ik als krokodil nu, terwijl ik van school af ben, dat ik zelfstandig vissen ga happen? Dus niet meer in klassikaal verband met een toezichthouder. Bedoel je dat ik helemaal in mijn eentje moet gaan snap? Nou, het antwoord is misschien. Misschien wil ik het wel helemaal niet. Er zijn voldoende mensen waarvan ik denk van, nou, als jij maar niks snapt, dan zijn we allemaal blij. Je bent zo'n ongelofelijke asshole. Zo. Ik ben christen, hè? Ik ben geen satanist. Snap je? Een satanist, om het maar even uit te leggen. Een satanist volgens hun dogma. Ik besnap bij God niet. Bij, hoe heet dat ook weer in Asterix en Obelix? Bij nou ja, maar het maakt niet uit. Wat is dat nou? Nou, look it up op internet. Hè? Maar ik snap bij God niet waar die satanisten dat dogma vandaan gehaald hebben. Dat is gebaseerd op 1,5 regel uit de Bijbel. Jezus mijn Christus. Die satanisten, wat ze doen, het is te gek voor woorden. Dan pakken ze Genesis. En dat lezen ze ook, hè? Die vrijmetselaars, die hebben ook een Bijbel liggen. Die katholieken, de Heilige Holy Bijbel. En dan slecht vertaald natuurlijk, niet de King James. Dat nog maar over te zwijgen. Maar die satanisten. Over Genesis. Dat moet je ook bij Alan Watt, die kan er alles over vertellen. Hoe ze dat binnenste buiten gedraaid hebben. Want die satanisten die zeggen dan van, ja, kijk, Eva die nam een hap van de vrucht van de boom van kennis en goed en kwaad. En dat was goed. Snap jij hem nog? Ja? Echt waar? Dat is satanisme. Satanisme is niks meer dan de Bijbel binnenste buiten gekeerd. Ja, dat kan ik ook. Echt zielenpoten. En ik ken een jongen en die is satanist. Even het verschil tussen mij en Alan Watt. Even terug naar Alan Watt, ook Jörg Liesman. Jörg Liesman leest boeken voor. Doet bijbellezingen. En Alan Watt doet dat helemaal niet. Die weet van het nieuws. En de geschiedenis. Dus Alan Watt kan heel goed de gebeurtenissen die nu gebeuren, die heel langzaam gebeuren. Heel langzaam gebeuren. Hij kan die golf goed aangeven. Stel, jij bent een stuurman op een boot. En ja, het waait heel hard. Het stormt. Alan Watt is degene die jou vertelt van, na deze golf komt die golf. Of de volgende golf komt eraan. Dus hoe wil je zijn als stuurman op een boot midden in de nacht, zonder niks? Wil je info hebben over de komst van de volgende golf? En hoeveel tijd dat gaat kosten?
Ik geef het je maar te denken. Want eenzaam ben je. Samia? Je bent eenzamer dan God. God houdt nog van zondaars. Maar jij? Waarom zou je houden van zondaars? Ja, God wel. En die stomme satanisten. Dat heb je toch helemaal niet nodig? Ja, maar ik vind Genesis, dat vind ik wel seksistisch. Ja, dat zijn de godverdommese satanisten niet. Maar ja, maf. Ik keek die satanistische vriend van mij in de ogen. Ik zei, heb je een lidmaatschap en dat soort dingen. En die komen bij elkaar bij de Prins Hendrik Kade in Amsterdam. Heel makkelijk te bereiken vanaf het Centraal Station. Ik denk, ja, ik heb aan hem gevraagd, van ga je daar met de trein naartoe? Dat hij zei ja, dat snap ik wel. En dan vroeg ik aan hem van oké, want daar zit de Satanskerk. Ik zei oké, ook lekkere wijven. En toen gaf hij geen antwoord. Ja, natuurlijk hebben ze daar snollen bij ingehuurd, maar ja, man. Of je moet je wat hoger opwerken en ja, gewoon blijven betalen. Ja, uiteindelijk hebben ze zoveel geld. Het internet staat vol met snollepollen. Ja, dan komt er best zo'n bitch in de blote bibs met een paarse muts op haar hoofd een beetje voorbij komen wiegen. Op de hakken van 12 centimeter hoog. Nee, meer. 15 of zo. 6 inches. Hij gaf geen antwoord. Dat wist ik genoeg. Hij zat er niets van slaat nergens. Het concept, het begrip van het satanisme, dat is gebaseerd op de Bijbel. Dat woord komt uit de Bijbel. In het Hindoestaanse dogma heb je een karakter en dat heet Shiva. Dat is een vrouw met 8 armen of zo. Een soort Bafomet. Maar dat is momenteel niet te verkopen. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben dat karakter, Satan. Wat in de. Het komt uit de Bijbel. Dat is het. De Bijbel is begonnen met Mozes. Zo wordt gezegd. En daar gaan we niet over twisten. Dat wordt gezegd. Het is de waarheid dat er wordt gezegd dat de Bijbel begonnen is met Mozes. En hij was verantwoordelijk voor Genesis en Job. Zoiets. In het boek Job komt Satan. Nou, voor de rest. Hij komt nog even terug in het Nieuwe Testament. Dat Jezus Christus, of Christus Jezus, als je dat liever hebt. Die zegt tegen Satan: je kan mijn rug op. Ja, zei Satan, ik heb je zoveel materiële weelde te bieden. Christus zei, je kan mijn rug op. Want wat moet je met bezit? Er zijn mensen hier in Nederland en die kopen een huis omdat ze verslaafd zijn aan onroerend goedbelasting. Nou, je kan beter aan de heroïne gaan. Maar je koopt hier in Nederland een huis en dan ga je gelijk elke maand van de gemeente of whatever, die zeggen, ja, mogen wij even zoveel van je hebben. Waarom zou je dan een huis kopen?
Nou, kijk, Perry, het is dan ook zo. Ik vind het helemaal niet erg om elke maand te moeten betalen. Want er was in de tijd van de maffia, was het ook heel gebruikelijk dat een winkelier in New York, die betaalde elke maand voor de veiligheid. En ik pas me aan dat regime van de maffia. Koop nog een huis. Ja. Met materieel bezit, het is een groot probleem, hè. En ik begrijp wel dat mensen daarvoor kiezen uit een angst. En ik kan alleen maar adviseren, kom van je angst af. Laat de belastingdienst maar langskomen. Laat ze alles maar meenemen. Wat maakt het uit? Die idioterie. Ik ga ervan uit dat jullie inmiddels al geluisterd hebben naar Alan Watt en Jörg Liesman. En dat je een beetje weet waar het over gaat. Wat zou het jou de fuck uitmaken? Ga in godsnaam leven. En geen materie verzamelen. Want je hebt niks aan die klotezooi. Alles wat je maar hebt aan spullen, dat moet je schoonhouden. Dan kan je het net zo goed niet hebben. Ja, maar zonder mijn spullen voel ik me zo alleen. Dan ben je een fucking materialist. Dan geil jij op spullen? Wat heeft een moderne mens nodig? Een smartphone? Oortjes. Van die koptelefoon dingetjes. Of een fatsoenlijke koptelefoon. En water. Wat brood. Toiletpapier. Een appeltje per dag. Wat heeft een mens dan nodig? Ja, een dak boven je hoofd. Je moet een bed hebben om in te slapen. En wij jagen maar aan achter. Dat is een mooi verhaal. Het is mijn stief. Even kijken hoor. Stief, schoon, ze. Nee, het is een familierelatie. Maar dan ingewikkeld omdat iedereen gescheiden is vanwege de moderniteit. Nee, haar vader was weduwnaar, dus die kon er niks aan doen. Maar mijn moeder is gescheiden. En zo weet ik van haar. En die is getrouwd met een huizenmakelaar. En die is getild, by the way, bij de overname van de business. Want degene die de business overdroeg, dat was precies tijdens die economische crisis. Ja, en die is er goed uitgesprongen. Maar toen kwam de economische crisis. En down met de business. Ja. En zij kwam ik haar tegen. Lalala, op een verjaardag van haar vader. En zij zei, kijk, wij hebben een camper gekocht. En dan denk ik gelijk, nee, jouw man heeft die camper betaald. Maar zij zei, wij hebben hem gekocht. Want ze is getrouwd. Oké. Gaan we zo praten. En dan vraagt ze aan mij, je en ik wil graag een espresso-apparaat in de camper. En hoe zit het dan qua stroomverbruik? En dan denk ik van ja, waarom vraag je dat niet aan die man die die camper betaald heeft? Die man heeft die camper betaald en jij wil daar een espresso-apparaat in. Dan ga je toch naar die man toe? Haar reden om het aan mij te vragen was dat ik weet van natuurkunde. En ik kan hoofdrekenen. Ja, ik zei dus tegen haar van ja, over hoeveel ampère praten we
bij de oplading. Ja, zei ze, als we dan aankomen op een camping, dan hebben wij, weet ik veel, 10 ampère of zo. Nee, minder, 6 ampère of zo. Nou, 6 ampère, dat is keer 220. Dat is dus 6 keer 2 is 12. Ja. Dus dan kom je op 1200 watt. Ja, dat zou moeten kunnen, toch? Voor de rest heb je dan niks. En dan gaat alles naar het espresso-apparaat. 1200 watt. Zou moeten kunnen, ja. Ja, zei ze, maar uit een accu dan? Ik zei, ja. Ja, dat kan wel. Een goede, vette, dikke accu. Met accuzuur. Zwavelzuur is dat. Goed veel zwavelzuur erin. Hoppakee, en een burn, baby burn. Disco inferno. Ja, dat kan wel. En toen ging zij op haar smartphone kijken en toen zei ze, oh, maar die hier staan, ja, die zijn 2 kilowatt. Ik zei, nou, dan gaat het niet. 2 kilowatt kan je niet trekken van 6 ampère. Dat kan je lekker vergeten. En waarom ook eigenlijk? Laten we eerlijk zijn. Waar is die bitch mee bezig? De man heeft een camper gekocht. En ze hebben al een koophuis. En dat is echt... Daar had Pippi Langkous kunnen wonen. Dan heeft hij een camper en dan wil zij koffie drinken. Ja, nou en? Ik weet nog dat ik op vakantie geweest ben naar Hongarije. En dat was een perfecte vakantie. Namelijk... Ik had reizigerschecks, traveler checks gekocht. En die kon je in Hongarije omwisselen voor... Wat was dat ook alweer? Het leek op florijn. Zo, wat een goedkope vakantie was dat, zeg. En ik heb de... Vanuit in Nederland had ik een pot Douwe Egberts oploskoffie gekocht. Echt zo'n joeres van een pot. Een halve liter aan koffiekorrels. Helemaal netjes gebrand. Oploskoffie heet het. Ja, die had ik bij me. We hadden een tent bij ons. Ik was met een vrouw. Een mooie vakantie, man. Zo, dat was het heet, man. En mooie foto's. Vooral die van mij, dat ik een ongelofelijke kater, joh, naar het zonlicht toe ging. En dacht, van, waar is mijn check? Want ik, doink, doink, doink. Ja, toffe vakantie. Ja, dat... En hoe we gingen, dat was dus, we hadden geld, we hadden een tent, de handdoeken waren geteld, de onderbroeken geteld. En ik zei tegen mijn vriendin, van, kom op. We hebben de trein gepakt naar Budapest. Dat is de hoofdstad van Hongarije. Dat waren vroeger 2 steden, dus Buda en Pest. En wij daar naartoe... En dan op de kaart kijken, waar wil je naartoe? En er is daar een meer en het heet iets van Venetia of zo. Dat is niet dat grote meer, dat Balaton of zo. Maar dat kleine meer. En ik zei tegen haar, daar gaan we naartoe. En dan gingen we in de kantine zitten, te wachten op de trein. Oh ja, en die Hongaar achter, dat was een vrouw achter het loket, die vroeg nog, wil je naar Venetië? Ik zei, nee, ik wil naar dat meer. Ja, zeg dat maar eens op zijn Hongaars, hè? Dat is niet zo makkelijk hoor. Ja, die had het allemaal begrepen en die zei, nou hier zijn uw kaartjes. Mooi zo. En dan in de kantine zitten. Wat hebben we gedronken? Ik weet het niet meer. En daar liep dan gewapend personeel in de rondte.
snap ik ook eigenlijk niet goed, hoor. Dat was het station van Boedapest. En er liepen mannen met guns. Geuniformeerden. En om het nog gekker te maken, dit is echt gebeurd. Dit is geen geintje. Zien we daar een van haar vrienden? Of, zo'n jongen die zij kende. Ik niet, maar zij kende hem wel. Die zat er ook. Hij zei, dat is gezellig. Wat ga je hier doen? Nou, hij ging naar rechts. Ja, en wij gingen naar links. Oké. Ja. En hij steekt een sigaret op. Hij steekt een sigaret op. En dat vond ik helemaal niet erg. Ik had geen zin in roken op dat moment. En trouwens, er hing ook een bordje. Niet roken. Hij had een happy mood. En ik steek een sigaret op. Dat was een boete van de 5 zloty of zo. Geïnt door een man met een karabijn. Ja, dat was betalen. Ja, dat zijn mijn soort vakanties. Hè. Toen hadden we die trein gepakt en dan waren we in de buurt van het meer. En ik zou een beetje van de positie bepalen van... Oké, dan moeten we nu de bus gaan pakken. En die gaat dan daar naartoe. Dus wij in die bus. Denk ik, nou, en de rest is lopen. Het was hoogseizoen, hè. En die vriendin van mij... die zei... ik heb genoeg gelopen. Ik ga zitten. Ik ben het helemaal beu. En ik tegen haar van... Schatje. Kijk, we kunnen wel even rusten... maar het is hoogseizoen. En zo dadelijk zijn alle campingplaatsen vergeven... aan degene die wel door wilde lopen. Of met de auto zijn. En dan hebben we helemaal nergens. Dus get on your feet. You stupid bitch. Zit ik boos op haar. Kom op, geen gezeik. Doorlopen. Jo, maar het is zo warm. Ja, wat maakt mij dat uit? En zo dadelijk zijn we bij de camping. Dan zetten we een tentje op. Dan hebben wij schaduw. En er is een meer. Dat heb ik allemaal uitgevogeld, want ik ben de ongelofelijkste, meest intellectuele hier. Je zit zo dadelijk in je badbak met je lekkere billen in het verkoelende meer. En wel even doorlopen, homo. Ik heb nog een foto van haar gemaakt. Dat is echt heel boos. Ik dacht... dat dit een leuke vakantie werd, maar dat is het niet. Jezus, man. We hebben daar avondeten gegeten, het diner. Hè? En de zon die ging al een beetje omlaag, eindelijk, want het was heet daar, man. Zo. Je had dat meer echt nodig, hoor. En dan aten we goulash. Voor 7 gulden per persoon. Inclusief wijn. Het goulash en wijn. 7 gulden. Dat is €3,20. Nee, maar dat is lekker. En dan een goede goulash. Hè? Zo... pittig, man. Maar dat zijn mijn vakanties. En dan weer terug met de trein. Ik weet nog dat ik tegen haar zei... want ik heb zo'n zin om een patatje met pindasaus te eten op Arnhem Centraal. Ik wil terug. Ik vind de vakantie mooi genoeg geweest. Ik mis dat patatje pindasaus. Toen zei ze, oké, dan gaan we naar huis.
toen had ik dat patatje pindasaus op. Toen we terug waren in Arnhem. Toen dacht ik van, ja, oké, zo smaakt het. En ik zei tegen haar, nu wil ik het liefste terug naar Hongarije. Gewoon even heen en weer geweest voor een patatje pindasaus. En zij moest lachen. Later ging ze vreemd. Dat heb ik nooit begrepen. Het is echt dom aan vrouwen om vreemd te gaan. Het is de moeite niet waard, hoor. Ja, maar Perry, jij was niet interessant genoeg. Nee, dat was niet zo. Die vrouw die zei tegen mij, mijn moeite met jou is dat jij verandert. Ik kan geen hoogte van je krijgen. Zij had niet een oninteressante man. Ze had een man die ze niet kon begrijpen. Dat zei ze. Laat maar zitten. En ik denk ook dat er weinig mensen zijn die mij begrijpen. Dat is niet beledigend bedoeld. Want de mensen die mij begrijpen, daar kan ik de namen van opnoemen. En die zullen zich allemaal vereerd voelen. Blijven doorgaan met het opdreunen van degene die respect hebben voor mij. Dat wordt nog een. Dat zou een mooie grafsteen zijn voor mij. Alle namen van mensen die respect hebben gehad voor mij. Die mij niet afkeurden per direct. En al die mensen die leven, dat zijn de levenden. Als je zelfs mijn woord kan verdragen en snapt waar ik het over heb, dan ben jij van de levenden. Ik ben een bijbelgelovende christen. Ik geloof alleen in leven voor zover dat eeuwig is. Een leven afgerond met een dood heeft geen inhoud. Dan ben je net zo goed als een strontvlieg. Beetje bzz, bzz, bzz. Periwinkel lastig vallen terwijl die probeert te slapen. Ga er weg, stomme vlieg. Maar met vliegen heb ik, dat is ook best gek, maar ik heb er steeds minder moeite mee. Met muggen ook. Dag mug. Spinnen heb ik nooit een probleem mee gehad. Helemaal nooit. Honden ook niet. Hebben die mensen van die hele grote stierenvechterhonden. Zoals een Bordeaux hond. Een Bordeaux dog. Die komt uit Bordeaux. Daar is opgefokt. Hele grote huge motherfuckers. Een kaakkracht van. Hoeveel kilo? Maar zo'n beest kan zichzelf ophangen. Die hapt in de keel van de stier. En die hangt aan zijn kaken. En een Bordeaux-dog is 50 kilo. Zo. Kan je het je voorstellen dat jij met je kaken 50 kilo kan tillen, te weten je eigen lichaam? En een stier komt er niet vanaf, hè. Dat is een stierenmoordenaar. Maar doe mij in een kamer. Ik ken een man met een Bordeaux-dog. Dat is een teef, een vrouwtje. Geen probleem. Pitbull terriers, geen probleem. Ik heb het meegemaakt dat een eigenaar van een pitbull terrier, die nam altijd beest meegenomen naar het
café, het streetcafé. Ga er een keer naartoe. Is op loopafstand van het Centraal Station van Arnhem. En anders regel je maar een weet ik wel wat. Een of andere dakloze met een rijbewijs. Ik was in een streetcafé en die eigenaar ging weg met die pitbull. En die pitbull die beet mij. Maar dat was een hallo beetje. Hallo. Ja, pitbulls kunnen, ja, honden kunnen niet praten. Pitbulls ook niet. Maar die kunnen wel knauwen. Dus ik kreeg een knauwtje. Ja, daar word je toch blij van, of niet? Daar word je toch blij van dat het mij gebeurd is. En het zou jou ook kunnen gebeuren. Word je één met de ene. Eén met het niets. Het privébezit, het doe er niet aan. Hou ermee op. Geef alles weg. Dat heeft Christus gezegd. Geen grapje. En wij kunnen maar doorgaan met onze verdwaasdheid. En ja, maar ik wil een 19-inch tv, want mijn man kijkt graag naar de Formule 1 races. In dat geval zou ik tegen jou zeggen, beter is het om een beamer te nemen. Dus zeg maar tegen je man, want ik wil niet zo'n groot apparaat in mijn huis. Je maakt maar een plankje en daar doe je een beamer op. Ga maar kijken op internet. Beamers zijn veel goedkoper dan tv's, hoor. Ja, waarom dacht je niet? Ja, dan moet je een beamer hebben van 300 watt of zo. 100 watt? Nee, 100 watt moet voldoende zijn. 60 watt misschien wel. Ja, dat is ook wel goed om als je dan toch naar een filmpje kijkt. Ja, doe de gordijnen dicht. Dan heb je een beamer nodig van 30 watt. Ja. In de duisternis zie je veel beter het lichten. Als je de gordijnen open hebt, ja, dan moet je een beamer hebben van 2000 watt. Om tegen de zonnesterkte in te gaan. Ja, je kan ook een beamertje nemen van bijna niks. Een mooie output van je iPad of zo. Dat is helemaal heel makkelijk. Je iPad heb je zo'n klikketje en dan, op, en dan staat het beeld staat op de beamer. Dan kan je elke film kijken. Heb je geen tv nodig? Een tv is erg slecht. Een tv is zo slecht dat als je gaat vertellen aan mensen hoe slecht tv is, dat ze gillend van je weghollen. Nee, dat meen je niet. Ik heb al die tijd naar propaganda gekeken. En nou, het lijkt Big Brother wel. Nee, het lijkt niet Big Brother. Dat is een karakter uit 1984. Het is Big Brother. Het is hem helemaal zelf. Lees die roman nog eens na. 1984 van George Orwell. Hoe de tv terugkijkt naar jou. Dat is zonder meer waar. Dat heeft niet eens te maken met die camera die erin zit. Dat was bij 1984. Het is niet zozeer dat er een camera in zit die naar jou kijkt. Maar die tv kijkt naar jou. Zonder meer. Want die tv legt jou een beeld op. En je voelt je bekeken. Die tv zit erg goed in elkaar, hoor. Als je weet van marketing en Edward Bernays, hoe dat een beïnvloeding is van jou. Dus je voelt je bekeken als je kijkt naar de tv. Want de tv die appelleert aan jouw zonden. Dat is het.
de tv zie je mensen dingen doen waarvan je denkt, ja, dat heb ik zelf ook een keer gedaan. Ieder mens is zondig. Daar kunnen mensen niks aan doen. We hebben allemaal gezondigd. En de tv die hamert erop in dat er zondige mensen zijn. Dus voel jij je bekeken. Heb ik het zo goed uitgelegd? En die camera die dan terugkijkt, ja, ze kunnen helemaal niks zien. Ze kunnen niks zien aan jouw buitenheid. Daar gaat het ook niet om. Het gaat er die mensen om jou een schuldgevoel aan te praten. Want je bent een zondaar. Net als Pablo Emilio Escobar Gaviria. Jij hebt dat ook allemaal gedaan. Of horror movies. Van I know what you did last summer. En allemaal zondige mensen. En je herkent jezelf in een van die karakters. Jeetje, ik lijk Jessica wel. Ja, het is een mooie boel. En niet dat je van mij niet naar die horrormovies mag kijken. Doe het maar lekker. Ik kan een hele uitzending wijden aan wat ik dan een goede horrormovie vind. The Ring vind ik erg goed. Ik heb The Ring voor het eerst. Hoe is die geregisseerd? Maar de Amerikaanse uitvoering heb ik als eerste gezien. En die vond ik scary. En daarna heb ik de Japanse uitvoering gezien. En toen heb ik de Amerikaanse uitvoering weer gezien. En toen weer de Japanse uitvoering. En ik denk dat ik de Japanse... Ja, ik weet het niet heel goed. Er zijn mensen in mijn omgeving en die zeggen, ja, de Japanse uitvoering van The Ring is beter. Misschien is dat zo. Ik denk het wel. Ik denk dat ik ook de Japanse, de originele, het beste vind. En er zijn elementen in de Amerikaanse uitvoering die ik een subliem vind. Erg goed. Goede speciale effecten. Nou, je mag er naar kijken, dat vind ik helemaal niet erg. Weet waar je naar kijkt. Om het uit te leggen, ja, spoiler alert. Dus als je het nu niet wil horen, dan doe je even maar, dan moet je 10 seconden verder. Maar waar het om gaat, is kindermisbruik. En in de Japanse versie zit dat beter dan. Ja, dan komt dat mooier in naar voren. Ik moest huilen bij het beschouwen van The Ring. Ik heb al drie keer gekeken met tranen die over mijn wangen biggelden. Het is een mooie film te bekijken en te snappen waar die over gaat. De hoofdpersoon, die wordt afgeschilderd als de slechte. Dat is de misbruikte. En dat zit het mooiste in die Amerikaanse versie. Dan snap je dat het beste. Dat is erg goed.
maar zwaar te verteren voor veel mensen. Veel mensen willen het er niet over hebben. Wie gaat er morgen boodschappen doen? Osho werd gevraagd, toen heette hij al, of was hij nog Bhagwan in die tijd. Aan hem werd gevraagd, wat ga je morgen doen? En hij zei, ik weet het niet. Dat is het correcte antwoord. En even terug naar George Orwell, 1984. Daar is de beroemde vraag aan Winston, hoeveel is 2 plus 2? Ja, die moet je snappen. Het is een puzzel. Het is echt heel lastig hoor. Het is niet voor iedereen gegeven om dat te doorzien. Maar laat ik eenvoudig beginnen. Hoeveel is 1 plus 1? Als jij zegt dat is 2. Nee, dat is fout geantwoord. Niet noodzakelijk. 1 plus 1 zonder context. Dat is 1. Nul plus nul is niets. Is nul. Dus 1 plus 1 is 1. Dat is eenvoudiger aan rekenen. Want als je niet weet wat 1 is, wat is dan de optelsom van 1 plus 1? Bagger plus bagger is 2 bagger. Bagger, dat is een rotzooi. Plus rotzooi is 2 rotzooi. Nee, rotzooi plus rotzooi is rotzooi. Dus 1 plus 1 is 1. Dus logica. Nou, metalogica moet ik zeggen. En dat zit in het boek van George Orwell. En wat is 2 plus 2? Ja, vertel het me maar. Ik zou het niet weten. Een 2 is toch een zwaantje of zo? Ja. Zwaantje plus zwaantje, dat is 2 zwaantjes of zo. Of het is zwaan plus zwaan is zwaan. 2 plus 2 is 2, denk ik. Hoor. Ja, of 3, dat je zegt, ja, je hebt dan 2 zwaantjes, dat zijn die tweetjes, maar daartussen staat een symbool. En die tel ik ook mee. Dus dan hebben we zwaantje, symbool, zwaantje. En dan heb ik de 3 symbolen. Dat is 3. Ja, maar dat symbool, die plus van 2 plus 2, dat zijn 2 lijnen. Oké, dan hebben we 5 dus. Ja, maar die 2 lijnen, die hebben allemaal eindpunten. En dat is dan 4. 4 eindpunten van de plus. Oké, dan doen we er 4 bij. Dan zitten we op 9. Dan weet ik veel wat je aan het tellen bent. Ja, maar die 2 lijnen die kruisen elkaar en dat kruispunt dat telt ook mee. Oké. Dus 2 plus 2 is... even kijken, 2 plus, dan krijg je 7 volgens mij. Nee, je hebt die andere nog erbij. Dan zitten we op 10. Ik vind het best. Dat is de puzzel die in het boek van George Orwell zit. En die seksscènes zijn best oké. Wat ik ook een hele mooie die je mag begrijpen. Aan 1984 met die verfilming met John Hurt in de hoofdrol. En die is van Joodse families. Zo. Die brunette.
die ook speelde in de film De Cementen Tuin. The Cement Garden. Cement Garden. Waarin op het moment dat John Hurt met haar bloot seks gaat hebben, dan is het afgelopen. Begrijp die roman goed. Want het is waar. Je gaat niet zomaar seks hebben. Wat is dat voor een geouwe hoer? Dat moet je helemaal niet doen. En gisteravond ontmoet ik mijn Geleense vriendin. En we zijn uit eten geweest. En zij heeft mij eten in de mond gestopt. Zij had uiensoep met kers. Zij is Limburgs. Een goede kaas. Lekker. En ik heb de helft van haar uiensoep naar binnen gewerkt. En ook de helft van de kaas. En zij de helft van de tomatensoep. En dat was €5 per soep. Dus ik denk, oké, we zitten op kassa. En zij wilde Duvel drinken. Met dat Belgische bier, zwaar bier. Maar lekker bier. En ik dus ook. Ja, als zij Duvel gaat drinken, ja. Dan wil ik ook een duiveltje. Ja. Geweldig. En zij had haar Duvel eerder op dan ik. Dus ik zei tegen haar, van, nou, volgens mij moet jij nog een Duvel hebben. Anders is het niet eerlijk. Ik ga niet in mijn eentje zitten drinken met mijn Geleense vriendin erbij. En zij gaf akkoord. En zij stond erop dat zij, dat heeft ze ook elke keer gedaan. Zij zou de ober wel wenken. Nog een Duvel voor haar erbij. En ik zo lekker achterover van, mooi zo. Ik heb die de helft van haar uiensoep op. Ze heeft echt met een vork heeft ze dingen in mijn mond getopt. Dat is verschrikkelijk. Oh, wat hebben we lekker gegeten. En toen was het... Ja, zij heeft een beetje een kaak dinges. Geen details, niet belangrijk. En het devies was niet zoiets als entrecote of mixed grill. Of al die dingen die je zo moet. Dat de vlees, die koude, dat zat er even niet in. Lichtvoer. Maar daar had ik ook zin in. Ja. En wat stond er op de aanbieding? Dat was tongfilet. Ik zei, dat gaat hem worden. En zij zei zo van, ja, dan doen we 2 keer tongfilet. Ik zei, nee, dat vind ik saai. Ik neem wat anders. En dat delen we. Want jij krijgt 2 tongfilets. Dus die ene is van mij en die andere is van jou. En ik bestel de gamba's aioli. Dus met knoflook en peper. We hebben alles opgegeten, behalve alle friet. Ik heb wel friet gegeten, hoor. Een goede mayonaise hadden ze daar. Zij heeft ook nog een friet in mijn mond gestopt. Hier, neem een hapje. Ze vindt dat ik te mager ben. Dat vind ik ook. Vandaar dat ik uit eten ging met mijn Geleense vriendin. En de rekening gesplitst. Een perfecte vrouw. Gewoon geen gezeik, iedereen rijk. Erg aangenaam. Het is een onthechting van je bestaan, waar je voor gaat. Want er is helemaal, ja, je kan geld hebben, zoals ik en mijn Geleense vriendin, om even te gaan eten. Maar dat doen we ook niet elke dag.
Ja, maf. Dat is af en toe. Dat is de eerste keer geweest in. Want ik ken haar al. Ja, meer dan 10 jaar hoor. De eerste keer uit eten. En ze zei tegen mij: ik vind het zo leuk. Dat ik nu, na al die kaakpijn, voor het eerst aan het eten ben. Zijn lekker al die slappe dingetjes. En toen zei ik tegen haar, want ik heb zin om te blowen. En dan ja, mochten wel roken daarbuiten. Dat mag nog hier in Nederland. Ik weet niet hoe lang. Maar. We rookten wel. Maar je mag dan niet blowen. Dat moet je niet doen. En zij zei, ja, ik heb ook zin om te blowen. Ik zei, mooi zo. Ga maar roepen, ja, voor de open. En zij, precies op het goede moment, zo, huppakee, de hand omhoog. En zij heeft gewerkt in de horeca. Ze weet hoe het moet. En die jongen komt eraan. Het was €49,35 of zo. Allebei €25 afgerekend. En toen zijn we gaan blowen. Kijk, dat is het leven ook. Ik zeg niet dat je dit allemaal moet gaan doen. Dat doe ik. Maar ik ben wel onthecht. Het maakt mij echt geen donder meer uit. Dat vind ik fijner om te leven. En heb je geld van mij te goed? Ja, pak mijn spullen. En ga afrekenen met degene die nog schuld voor hebben bij mij. Wat heb ik te doen? Ik ben toch klaar met die hele muik? Wat is dat voor onzin? En dat is voor jullie ook. Hè? Dit is precies wat Osho zegt. En oh ja, we zitten over het uur, dus ik ga afsluiten. Maar nu even over recepten. Het koken, erg belangrijk. Garnalen, gamba's. Die moet je schoonmaken. Belangrijk. Die darmen moeten eruit. Dat is één darm. Dus een garnaal schoonmaken is niet moeilijk. Die darm moet eruit. En je kan schoongemaakte garnalen kopen, maar dan betaal je zelf. Je kan ook een scherp mesje aanschaffen, of een of ander mesje en een slijpsteen. Dan maak je er een goed scherp mesje van. En een super scherp mesje moet je hebben. En dan zoek, zoek, darmpje eruit. En dan kan je verse gamba's kopen. Dat maakt er helemaal niet uit. Met sprieten en al. Dat doet er helemaal geen donder toe. Wat kost die muik, man? Dat kost helemaal geen drol. Van die gamba's en die haal je bij de markt hier. Dan koop je gelijk een kilo. Haal die darmen eruit. De darm. Dus de darmen van de gamba's eruit. Schaaltjes eraf, en dat staartje, dat trek je er ook maar af, dat is allemaal niet te vreten. En dan hou je van het mooie witte vlees over. Dat kan je niet laten mislukken. Dus ik zou zeggen, arachideolie in de pan. Gember is prima. En gember is heel makkelijk. Dat koop je hier om de hoek. Dat kan je prima in de koeling leggen. Dat blijft even goed. Geel wortel kan je er ook bij doen. Knoflook. Eén koppertje. En een mooie peper. Maakt niet uit wat. Niet te heet. Geen Madame Jeannette. Van die lekkere, lange, groene of rode peper. En dan die garnalen erin. Zonder darm.
en zonder een schild. En al die rotzooi, dus het afval daarvan, ja, doe dat ergens in een composthoop dinges. Dan hebben de bacteriën en de schimmels en de kevers of whatever nog een beetje lol van. Ja? Hé, dat was wel mooi, hè? Dus afsluiten met een recept. En hoe je moet koken en hoe makkelijk het is. Hoe makkelijk het is om in leven te blijven. En dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel dat erg op prijs. Dat jullie luisteren naar een idioot zoals ik. Met een nadruk op Jood, natuurlijk. Hè? En dus op zijn hamburgers, Sagier. Tjus. En dag lieverds.